Van harte welkom allemaal bij Meis op Zondag vanuit de Orangerie bij Café Onkel Jan. Vandaag bij mij aan tafel oud-burgemeester Peter van der Velde en Basile Lemaire, die onlangs uit de Bredaanse CDA-fractie stapte en nu als onafhankelijk raadslid verder gaat. En dan hebben we natuurlijk tussendoor muziek van zanger-gitarist Jan de Bruin. Welkom heren. Peter van der Velde is sinds een jaar geen burgemeester meer. Na zoveel jaar, 10 jaar in Breda en natuurlijk nog veel lang burgemeester. Hoe is dat nou als je geen eerste burger van de stad meer bent? Ja, het is natuurlijk een bijzonder gevoel als je... Ja, ik heb 32 jaar het openbaar bestuur gediend. En dan is het wel even wennen. En dat is gewoon een enorme verandering. Heel simpel, 7 dagen in de week probeer je dag en nacht attent te blijven. Je moet bereikbaar zijn. En dat is eigenlijk een deel van je ritme geworden. Daar ben je aan gewend. En als dat ophoudt, is dat even een verandering. Tegelijkertijd is het ook wel heel mooi om op een andere manier weer een samenleving te mogen verdienen met verschillende activiteiten. En is het ook interessant om te kijken hoe werkt nu die overheid vanuit de rol als inwoner, als burger of als deelnemer aan het bestuur of vanuit je werkactiviteiten die je op dat moment verricht. En dat is, ja, dat vind ik wel een bijzondere gewaarwording. U heeft een prachtig afscheid gehad. U bent zelfs benoemd tot ereburger van de provincie. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Ik heb afgelopen donderdag voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie werd door de commissaris de dragenciers van het ereburgerschap uitgereikt. En onder andere samen met Dries van Acht mocht ik dat in ontvangst nemen. Dat is het is een eervolle benoeming en dat mag je waarderen. Maar ik relativeer het er altijd bij, want wat je doet, doet je met anderen. En ik heb het geluk gehad dat waar ik ook gewerkt heb als burgemeester, dat ik altijd goede mensen om mij heen heb gehad die mij ook dat functioneren goed mogelijk hebben weten te maken. Ja, maar u bent toch voortijdig. U heeft uw tweede periode niet helemaal afgemaakt, hè? Nee, dat klopt. Ik had nog 2 jaar te gaan. En wat was daar nou echt de reden van? Ja, de reden is, ik heb dat ook wel eens eerder aan deze tafel gezegd. Ik ben op mijn 26e jaar wethouder geworden. Dat is, als ik daar nu op terugkijk, redelijk vroeg. Om niet te zeggen wel heel vroeg. Vanaf dat moment omkleed met vele verantwoordelijkheden. En ik heb ook altijd wel het gevoel gehad om nog eens een andere uitdaging op te willen pakken. En kijken of je dat ook goed af kan gaan. Had u toen al voor ogen wat voor uitdagingen dat zou moeten zijn? Op welk vlak? Nee, dat heb ik niet voor ogen gehad. Ik ben wel in mijn hele bestuurlijke loopbaan op diverse momenten wel eens benaderd voor andere functies. In het bestuurlijk gebeuren, op het snijvlak, overheid, bedrijfsleven. Maar ik vond het telkens malen net niet op dat moment passend om dat te gaan doen. De ene keer omdat je te kort in de gemeente zat. De andere keer omdat bepaalde vraagstukken, waar denk ik een inbreng geleverd kon worden door mij, nog niet tot de adequate oplossing had geleid. En toen op enig moment een verzoek mij bereikte, sprak mij dat wel aan. En het is denk ik ook de wereld van de arbeidsmarkt en de economie die mij wel erg fascineert. Omdat ik in het burgemeesterschap heb gezien dat heel veel mensen soms uit de bocht vliegen. Dat te veel mensen niet meedoen aan het arbeidsproces. En dat kost ons allemaal heel veel. En aan de andere kant zie je, en dat weten we, dat er een enorme tekort is aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, op allerlei onderdelen. En toch hebben we de andere kant velen die zoekende zijn. En toen een verzoek in die richting mij bereikte, vond ik dat wel een interessante uitdaging. En dat ook gerelateerd met een aantal bestuurlijke functies. Bijvoorbeeld in de zorg dacht ik, je moet een keer springen. Laten we het eens even over die nieuwe functies hebben. Want dat zijn er nogal wat. Noem ze nou eens op in volgorde van belangrijkheid. Ik ben een aantal dagen per week voorzitter van een werkgeverscoöperatie die mensen opleidt, begeleidt en toeleidt naar de arbeidsmarkt. En dat is, vind ik, ik moet zeggen, dat vraagstuk is heftiger
en ingewikkelder dan ik mij misschien in het begin had kunnen voorstellen. Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarant. Dat is een van de grotere zorginstellingen in Nederland op het terrein van mensen met een beperking, forensische beperkingen, leer- en opvoedmoeilijkheden. Ik ben om en nabij de 6000 cliënten. Ik ben betrokken als lid van de Raad van Toezicht bij de Riethorst Drie Stromenland, een instelling waar mensen wonen, gehuisvest en zorg krijgen met dementie en de ziekte van Huntington. En dat laatste is een vrij aangrijpend vraagstuk. Dan ben ik vrijwillig voorzitter van de Stichting Leergeld Nederland. Dat is een stichting die houdt zich bezig om kinderen met onder de armoedegrens te faciliteren met educatieve middelen, iPads, computers, maar ook als een school zegt wij gaan nu een week op studiereis naar Barcelona, vinden we dat allemaal vanzelfsprekend. Maar op dit moment zijn het dus 400.000 kinderen die dat niet kunnen. En niet alleen mensen aan de onderkant kant van de sociale grens, maar ook veel mensen met een ZZP, zelfstandige ondernemers, die op dit moment het niet makkelijk. Dus dat is een activiteit en dan ben ik nog lid van het kapittel van de civiele orde. Nou, dat is een hele hoop. Maar laten we er eerst eens even twee uitpikken. Dat voorzitter van die coöperatie voor werk en vakmanschap. Wat is de rol van de voorzitter daar nou precies in? Ja, ik denk dat een coöperatie, wij kennen natuurlijk in Nederland nogal wat coöperatieve verbanden. En interessant is dat je ziet dat er steeds meer vormen van coöperaties komen, omdat de traditionelere inrichtingen van werkverbanden het niet allemaal meer trekken. Die coöperatie heeft leden. En die zitten door het hele land? Die zitten door het hele land. En de werkmaatschappij heeft 10 vestigingen in het land. In Emmen, Groningen, Weert, Leiden, Velp, Rotterdam, Terneuzen, Roosendaal. En daar werken mensen. Die proberen mensen op te leiden, te begeleiden, te detacheren. En de coöperatie heeft leden. En we hebben een ledenraad van 12 mensen. Die proberen dat beleid te volgen. En je bespreekt dat enkele keren per jaar met die leden. En dat zijn mensen die deskundig zijn in dit, nou dit ja, vak? Bijvoorbeeld op dit moment maken deel uit van de ledenraad bijvoorbeeld een HR-manager van Interface, een van de grotere tapijtfabrieken. Heugenveld maakt er ook deel van uit. We kennen allemaal nog de ouderwetse Heugenveld tegels. Dat is een groot bedrijf, zeer groot bedrijf, multinational. Maar ook mensen uit AXO, maar ook kleinere bedrijven zijn deel van die ledenraad. Het is een doorsnee van de leden die lid zijn van die coöperatie in het land. En dat is van noord tot zuid. En als je die mensen opleidt voor werk, zijn het vaak jonge mensen die nog die begeleiding en die opleiding krijgen? Ja, ik denk dat deze coöperatie, die bestaat 21 jaar en die is voortgekomen uit de noodzaak om mensen technisch verder te scholen. Ook oudere mensen die hun baan verloren zijn? Ook ouderen. En je ziet eigenlijk 21 jaar na dato dat er een enorm tekort is aan mensen met een technische achtergrond. Recentelijk was ik nog bij een directeur van het UVV Rotterdam. En die zei, Peter, ik heb eigenlijk 30 elektriciëns nodig, maar ik kan ze niet vinden. En wat er is, heeft onvoldoende het opleidingsniveau. Het is natuurlijk heel bizar als je dan ziet dat in Rotterdam Marco Pastoor belast is om in Rotterdam-Zuid, waar 200.000 mensen wonen, om die proberen naar die arbeidsmarkt te trekken. En wij zien dus dat veel opleidingsniveaus te laag zijn om functies te kunnen vervullen. Dat is ook in onze eigen regio West-Brabant, waar toch een hoge werkloosheid is van 7,8, dat te veel mensen een te grote afstand krijgen naar de werkgebieden en de vaardigheden die nodig zijn. Dus die banen zijn er wel, maar jullie hebben niet mensen die deskundig genoeg zijn om dat vak uit te oefenen. Geen goede elektriciëns, geen goede loodgieters. Er zijn natuurlijk wel elektriciëns en een hele goede, maar die kunnen het werk zo tot zich krijgen. Maar de techniek verandert en wordt steeds hoogwaardiger. Dus je moet zorgen dat mensen die aansluiting kunnen vinden. En tegelijkertijd is lang een tijd, het werken in de techniek is niet sexy geweest. Ik zeg dat wel eens als volgt. In Nederland willen mensen vooral graag officier zijn. En iedere families, ouders vinden dat hun kind het hoogste moet pakken, tussen aanhalingstekens. Maar niet alle kinderen hebben die competenties. Dus je ziet dat in dat hoger onderwijs mensen uitvallen, maar dan niet vanzelfsprekend terugschakelen. Als je nou mensen opleidt voor techniek en je geeft daar ook een waardering aan, in Oostenrijk en Duitsland word je als je in de techniek zit en je hebt je diploma's gehaald, word je gezel.
En dat wordt gevierd. Word je leerlinggezel, word je meestergezel. En daar is dus iets zoals wij dat vroeger natuurlijk ook hadden. Ja, en je ziet dus dat er een wat afstand is ontstaan tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, bedrijven, maar ook overheden. En gelukkig zit daar nu een beweging in. Maar daar is nog wel een wereld in te winnen, want denk hebben ik. Jullie bijvoorbeeld contacten met mbo-opleidingen en dat die begeleiding eruit bestaat van dat zij ook die techniek krijgen die ze nodig hebben? Zijn er nog goede docenten genoeg die dat kunnen doen? Ik denk dat er heel veel goede docenten zijn, maar die vaak ook door de werkdruk langdurig in hun eigen instituut zitten. En van de week hoorde ik nog op een bijeenkomst van mensen uit bedrijfsleven en het onderwijs. Het zou goed zijn, en er zijn ook wel initiatieven, dat onderwijsdocenten een tijd is in een bedrijf gaan kijken. En dat het bedrijf ook eens kijkt, wat gebeurt er in het onderwijs? Maar dat is iets wat mij het afgelopen jaar is opgevallen. De overheid is natuurlijk vrij bureaucratisch ingericht. Dat hoor je, daar spreken wij over. Ziet u dat nu pas? Nee, maar u laat mij niet uitspreken. Ja. Want wat ik wil zeggen, dat je datzelfde ziet, ook bij onderwijsinstellingen en ook aan werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Wij zijn natuurlijk toch wat traditioneel georganiseerd. En de vraag is of die inrichting nou past op de ontwikkelingen die deze tijd enorm doet veranderen. En ik denk dat daar wat stappen in te zetten zijn. Nou ja, daar probeer ik een bijdrage aan te leveren. Ja. En Amarant, dat is ook voorzitter van de Raad van Toezicht. En daar vallen twee instellingen onder. Nee, talloze instellingen. Talloze instellingen. Het is een van de grotere instellingen van Tilburg tot het westkamp van Brabant. En ook nog elders hebben wij instellingen. Het is een hele grote zorginstelling. Kijk, toen ik stopte als burgemeester heb ik altijd gezegd, ik ga niet thuis zitten, ik wil wat doen. En ja, dus dit is goed te verbinden. Alleen in die zorg is wel interessant om daar aan die kant van de tafel te zitten. Terwijl een jaar geleden ging het over, die zorg gaat naar gemeentes toe, die krijgen een zware verantwoordelijkheid. Wat doet dat? En nu zit ik aan een andere kant van de tafel en is het interessant om te kijken, hoe gaat dat nu met elkaar om? En dat is een heel ingewikkeld proces, waar ik ook wel wat zorgen over heb, omdat... Wat is het meest ingewikkeld? De hele ingewikkelde is, denk ik, dat het overal gelijkwaardig gebeurt. Als de ene gemeente, ik zeg, ik heb dat over voor huishoudelijke zorg, en een andere gemeente heeft daar minder voor over, ja, dan krijg je verschillen. En ik denk dat ook de zorg van de grote instellingen is, hoe kunnen wij het in al die gemeenten zo organiseren dat het als eerlijk, rechtvaardig en gelijkwaardig ervaren wordt. Tegelijkertijd is Amarant zich heel goed bewust van de veranderingen. En is het ook wel heel mooi om te kijken hoe mensen met die veranderingen omgaan. Bijvoorbeeld in de zorg is tegenwoordig toch aan de orde zelfsturende teams. Mensen hebben vaak heel veel kennis. Die hebben niet altijd de wijsheid van de top nodig. Maar als je zelfsturende teams krijgt, hoe gaan die mensen die verantwoordelijkheden dragen en inhoud geven? En tegelijkertijd, als je de zorg niet goed levert, de cliënt en zijn omgeving is terecht heel mondig en heel kritisch geworden. Dus het gaat erom dat je met families, cliënten en instelling op een andere manier gaat samenwerken. En tegelijkertijd is een grote opgave voor de zorg om met enorm minder middelen. En dat begrijp ik ook wel. Want onze uitgaven op de zorg was en is natuurlijk enorm hoog. Met minder middelen, maar ook met minder personeel. En daarbij ook nog het vraagstuk, krijgen wij voldoende adequaat personeel om het goed te doen? Heeft de gemeente voldoende middelen op het ogenblik? Ja, ik denk dat het antwoord vaak zal zijn, we hebben niet genoeg. Maar ik heb ook zelden gehoord dat wij zeiden van, we hebben voldoende. Ik geloof er wel in, als je met elkaar weet waar sta je voor, dat je op een creatieve manier, maar ook op een betrokken manier, toch tot goede resultaten kan komen. Want u zit nu op de plaats dat u het allemaal vanuit een andere kant ziet, wat de gevolgen zijn van de beleidsmaatregels van onze overheid. Wat zou u tegen Den Haag willen zeggen? Wat zou moeten veranderen? En wat zijn de grootste drama's? Nou, laat ik mij niet te groot uitlaten. Ik heb het recentelijk nog in een interview gezegd. Ik vind soms dat de wereld in Den Haag een andere werkelijkheid is dan de wereld in Breda, in Zundert, in de regio. En ik zou graag willen zien dat men zich iets meer verplaatst. Wat speelt er nu in die regio?
En geeft die regio's, die gemeenten, de spelers daar veel meer de ruimte om maatwerk te leveren. Eén ding is ook in mijn werk als voorzitter van die corporatie afgelopen jaar gebleken. Drenthe-Groningen is niet te vergelijken met een randstad. En Zeeland is geen Oost-Brabant. Nou, en dat betekent dat je moet kijken, geef middelen. Maar we hebben ook heel veel zaken dichtgetimmerd met dictaten, met richtlijnen. Heel simpel. In deze regio wordt gewerkt aan een sectorplan met als doel 330 mensen die een grote afstand hebben naar de arbeidsmarkt, jongeren en ouderen, binnen 2 jaar te plaatsen. De beschikking is in december pas afgekomen. In juni waren de akkoorden getekend. En als je dan ziet de scala aan voorwaarden waar je aan moet voldoen, dan merk je dat partijen, waaronder werkgevers, bedrijven, angstig zijn om daar aan mee te doen. Want ze zeggen, joh, als we dat allemaal moeten doen, dan hebben we wat aan onze fiets hangen. Datzelfde geldt over de participatiewet. Er is een verplichting om mensen met een beperking in een bedrijf te plaatsen en werk te geven. Er zijn werkgevers die zeggen, het is zo ingewikkeld, laat mij maar die boete betalen. En dat is jammer. Dat is gewoon jammer. En ik vind dus dat politici iets meer moeten voelen wat hebben regio's nodig. Maar de politiek is soms ook van alles wat er nu aan de hand is ook erg met elkaar doende, waardoor het onvoldoende gebeurt. Het vraagstuk vluchtelingen. Als we allemaal vaststellen dat we een tekort aan mensen hebben, dadelijk afronden. Dan denk ik, geef dan een kans om vluchtelingen sneller naar een arbeidsmarkt te maken. Screen ze en kijk wat kunnen ze, horen ze wel of niet thuis. En kijk dan dat ze aan het werk komen in plaats van maanden op een kamer met 8 of 9 mensen te laten verblijven. Ja. Dat leidt tot zorgen. Kan u daar met uw grote netwerk in Den Haag, kan u daar nog iets aan doen, denkt u? Ik ben een bescheiden radertje in het geheel, maar het is wel zo dat ik mijn contacten benut om daarover te spreken. Dus ik heb vorige week een vooraanstaand Kamerlid gesproken die ook met die vraagstukken bezig is. En daar hebben we gezegd, nou, wat kan er? En die is ook geïnteresseerd in de opvattingen van mij als iemand die wat meer vanuit regio's werkt. Dus ik probeer daar waar ik mijn werk verricht soms zaken aan elkaar te verbinden. Het gaat erom, of je nu burgemeester bent, wethouder of raadslid, ondernemer, hoe kun je zorgen dat de samenleving iets beter wordt in plaats van alleen maar kritisch over te praten. Ik ben niet cynisch en ik wil het niet worden ook. Nee. En als ik het zo hoor, u wilde gewoon wat uitdagingen op maatschappelijk gebied. Nou, volgens mij heeft u die gekregen. Ik heb niet te klagen. We gaan even naar muziek luisteren. Jan, vertel eens, waar ben je op het ogenblik mee bezig? Legio aan activiteiten. Maar de voornaamste waar ik erg blij om ben, dat de nieuwe cd er eindelijk aankomt. En wat is dat voor cd? Als het een naam moet hebben, roots. Zoals het dan mooi heet. Het heeft invloeden van allerlei dingetjes. Jazz, blues, een beetje poppy misschien, een beetje country misschien. Ik weet het niet, dat mag iedereen zelf beoordelen. Het is allemaal eigen nummers. Ik ben er sinds 1,5 jaar mee bezig, dus het kan onderhand, vind ik. En breng je ze ook alleen? Wat zegt u? Zing je ze ook alleen? Ik zing ze alleen, ik speel ze met heel veel goede vrienden. Ja. En krijgen we daar nog iets van te horen? Ja. Nou. Weg. Ik ga er nu een liedje van doen. En dat heet? Come on over. Dus kom maar even langs. Nou, we gaan met heel veel plezier naar je luisteren. Het is niet zo vrolijk als dat het klinkt. Oh. I will make you forget. I bought some flowers and a bottle of wine. Let's share some memories, yours and mine. You know changes are coming, and I knew they will show. Got to let go and just
just watch it as it grows. For worse and for better, and clouds might close in, there's always tomorrow and chances to win. Now, if you count your blessings and add them with mine, let's leave all the things we don't need far behind. And please don't say nothing, that's what I wanna hear. 'Cause nothing is better, and it's always sincere. So won't you come over and rest your head? I will ease your worries and make you forget. I bought some flowers and a bottle of wine. Let's share some memories, yours and mine. Nou Jan, dat smaakt naar meer. Volop nog. Goed zo. Bassie Lemaire, oud-CDA-fractielid. Jij hebt voor heel wat commotie gezorgd. Je bent uit de fractie gestapt en dat is tamelijk ongewoon, hè? Ja. Het is niet gebruikelijk dat je tijdens de rit uit een fractie stapt, nee. Wil je ons eens even vertellen, om ons even bij te praten, hoe zat het ook alweer precies? Hoe lang zit je in die raad en hoe is het allemaal gelopen? Want het heeft met de val van het college te maken. Ja, is dat handig om aan te grijpen? Ik weet niet hoeveel CDA'ers hier in de zaal idee. Zitten. Ik heb ook geen idee en ik zal me ook zeker bij u verantwoorden in de loop van dit gesprek. Wat er gebeurde is in juli van vorig jaar is de coalitie gevallen. Ogenschijnlijk toen omdat GroenLinks de stekker eruit had getrokken vanwege wat dan is gaan heten Museumgate. En toen ben ik door onze fractievoorzitter gevraagd van joh, wij willen graag weer aan de bestuurstafel. Dat is Peter Elbertsen. Dus. Peter Elbertsen. Ja. We willen graag weer meedoen aan een nieuw college. Ga jij eens in verband met jouw goede contacten binnen D66, ik had veel met D66 samengewerkt, ga jij eens kijken of zij interesse hebben om met ons aan tafel te gaan zitten. En dat heb ik gedaan en ik heb een biertje gedronken met een toen nieuwe fractievoorzitter Tim van het Hof. En ik zei van, joh Tim, hoe kijk je er tegenaan? Hè? En de constellatie stond nog helemaal open. Ik zei, maar ik probeer gewoon even te proeven, hoe kijkt D66 nu tegen het CDA aan? En toen zei hij van, joh, wij hebben eigenlijk een voorkeur voor de VVD. Nou, dat was gezien de oppositie in de anderhalf jaar daarvoor wel duidelijk. Eigenlijk een voorkeur voor de VVD. We zitten qua duurzaamheid heel dicht tegen GroenLinks aan. Dus daar ligt veel meer onze voorkeur. Hij zei, maar we willen best met het CDA praten. Alleen we hebben één probleem en dat is Peter Elbertsen. En dat snapte ik niet helemaal op dat moment. Ik zei, ja, maar hoezo dan? Dus we mogen wel praten, begrijp ik, maar met andere onderhandelaars. Hij zei, ja, dat is eigenlijk de essentie. Hij zei, en dat terwijl dat niet de gewoonte is. Je spreekt met de fractievoorzitter. Nou ja, de fractie vaardigt haar onderhandelaars af. En die onderhandelaars spreken met elkaar. En het is ongebruikelijk om inderdaad aan te geven wie jij van een andere partij erbij wil hebben. Dus ik vond het ook een raar verhaal vanuit D66. Maar een van mijn fractiegenoten, Jeroen Bruins, had ook een gesprek met D66. En toen hebben Jeroen en ik daarna de verhalen eens bij elkaar gelegd. En dat matchte. Hè. Dat was een eenduidig verhaal. Toen is er contact geweest met het bestuur, het afdelingsbestuur van het CDA.
En toen bleek ook vanuit de VVD diezelfde signalen te komen. Dus zowel fractie als bestuur werden eigenlijk gebombardeerd van, joh, let op, jullie mogen aan de onderhandelingstafel met VVD, met D66, maar onderhandelaar Bob Bergkamp moet iemand anders meenemen. En dat is, Peter en Bob wilden daar allebei niet in mee. Zij waren natuurlijk gewoon de afgevaardigde onderhandelaars. En zij zijn die gesprekken gaan voeren en we zijn toen als CDA inderdaad eigenlijk buiten de gesprekken gehouden. Yves de Boer zei op een gegeven moment... Dus nadat jij die eerste gesprekken had gehad, zijn zij doorgegaan? We zijn toen als fractie, of ja, een aantal mensen, dus jullie zijn een aantal mensen waren op vakantie, maar de mensen die er waren zijn we bij elkaar gekomen. Toen werd er gezegd van ja, nee, dit is een trucje van VVD en D66. Hier moeten wij niet intrappen en we gaan gewoon door. En we is in dit geval Bob Bergkamp samen met Peter om die onderhandelingen te voeren. Maar op het moment dat je al zo duidelijk hebt dat de twee grootste en op dat moment machtigste partijen die aan de touwtjes trekken, al hebben gezegd van joh, maar wij willen dat niet, dan snij je jezelf enorm in de vingers. Toen is er nog een telefoontje geweest vanuit het bestuur met het verzoek van, joh, Peter, je hoeft niet je fractievoorzitterschap op te zetten, maar laat alsjeblieft iemand anders die onderhandelingen voeren. Maar daar kon geen sprake van zijn. En uiteindelijk zijn we vrij snel uit dat onderhandelingsproces geweerd en kregen we van de toenmalige informateur Yves de Boer, kregen we als opmerking dat het CDA geen, dan moet ik het goed uit mijn hoofd zeggen, geen constructief politieke houding had. Ik heb nog één keer bij partijen aangeklopt van, joh, heb je ons nou lopen piepelen? Of is het nou werkelijk zo dat je wel met CDA wil praten en niet met Peter Elbertsen? En die hebben mij toen hun vertrouwelijke verslagen laten lezen van hun gesprekken met Yves de Boer. En daar stond het ook in. Dus hun verhaal was consistent. Hebben ze je verteld wat de reden was dat ze niet met Peter Elbertsen wilden praten? Ja, dat is voor mij de vervolgvraag geweest, Jeanette. Want dat was voor mij was het van, ja, maar waarom dan? Peter is een hele amabele kerel. Ik heb hem altijd de diplomaat gevonden die probeerde de verbinding te leggen, ook met de oppositie. Dus hij was, ik vond hem opvallend. En toen ben ik wel op onderzoek uitgegaan. Wij lagen eruit. We waren onze wonden aan het likken. Ik heb met een heleboel mensen toen gesproken. Van de VVD, van D66, van GroenLinks, van de SP. Om daar een beeld bij te krijgen van wat is hier nou gebeurd. En uit die terugkoppeling bleek ook dat Peter eigenlijk buiten het medeweten van de fractie en het bestuur om, aanvankelijk alleen en later samen met Bob Bergkamp, al 2 maanden na het ontstaan van de oude coalitie, al bij de VVD aanklopte van, wij willen eigenlijk liever met jullie dan met GroenLinks. Wat daar precies de reden achter is geweest, daar ben ik niet achter gekomen. Die gesprekken zijn verder gegaan, die hebben zich ontwikkeld. De SP is daar even bij betrokken geweest, maar die vond het een vies spelletje en is heel snel afgehaakt. En ik heb ook van die gesprekken de bewijslast gezien. Niet alleen de bevestiging van verschillende partijen dat die gesprekken hebben plaatsgevonden. Maar ik heb op een gegeven moment ook inzage gekregen in mailwisselingen. En die mailwisselingen gingen echt tot op het niveau van welke wethoudersposten zou de VVD gaan krijgen in de nieuwe constellatie. En wat zou Bob Bergkamp bereid zijn om in te leveren als de VVD maar 1 wethouder zou mogen hebben. Dus dit was pure achterkamerpolitiek? Ja, dit is achterkamerpolitiek in zijn meest pure vorm. Niet alleen als partij dat je aan het konkelen bent, maar dat je zelfs gekonkeld binnen je partij hebt. Het ging, ja. Maar wat heb je ooit geweten van Peter Elbert wat hem bezield heeft? Want hij heeft, las ik dus ook in de krant, dat hij zegt dat hij wel gesprekken heeft gehad, maar dat er absoluut niet over een coalitievorming gesproken is. Ja, ik weet dat hij dat zegt. Dat is niet waar. Maar ja, jij weet dat het niet waar is. Ja. Maar hij houdt zelf vol dat hij het niet heeft gedaan. Nee, dat kan.
Maar toen is, nou ja, dit is natuurlijk moeilijk voor jou om te zeggen, maar toen is er een commissie nog, dacht ik, ingesteld. Ja, ja, dus ik heb... Die het uit moest zoeken. Ik heb mijn bevindingen, ik heb ze ook meegenomen, het zijn 7 kantjes. Ik heb al mijn bevindingen met de bewijslast en de referenties en de bronnen, die heb ik op schrift gesteld. Ik heb dat gedeeld met het bestuur. Ik zei van, joh, dit is er aan de hand. Toen heeft het bestuur gezegd van, joh, Basiel, de fractie moet nu even zijn werk doen in de raad. Je moet dat hele oppositieverhaal gaan optuigen. Dus wat je hebt, geef dat aan ons. En later kwam er inderdaad een onderzoekscommissie. Toen hebben ze gezegd van, joh, laat het bij de onderzoekscommissie liggen. Die gaan het nog eens een keer verifiëren. Die gaan die feiten checken. Dan hebben we op 8 oktober... afgelopen 8 oktober zouden we een algemene ledenvergadering hebben. Dan zou die onderzoekscommissie de feiten op tafel leggen. En dan zouden de leden een beslissing of een uitspraak mogen doen. Nou, die 8 oktober die werd 25 november. Dat kon ik nog begrijpen. Er zit een hoop werk aan. Ik was zelf natuurlijk ook bijna 2 maanden bezig geweest, puur om alle feiten boven tafel te krijgen. Dus ik snap dat zo'n onderzoekscommissie dat heel zorgvuldig moet doen. Je praat wel over een heleboel belangen. Je wil ook, ik heb altijd van Janus Omen geleerd, je moet proberen niet mensen te gaan beschadigen. Dus ik snap dat je dat vanuit een CDA heel voorzichtig en zorgvuldig wil doen. Dus ik heb toen erg toegeleefd naar die 25 november. We hebben ons stinkende best gedaan, denk ik, om als fractie daar toch behoorlijk professioneel in die raad te zitten en onze nieuwe rol te vinden. Maar die druk op die fractie die werd steeds groter. Er kwam onmin met het bestuur. Het interne moddergooien begon. Het was natuurlijk op een gegeven moment ook wel duidelijk dat ik onderzoek had gedaan. Dus ik werd ook een beetje een outcast in de fractie. En ik heb gezegd, van ja, tot de 25e hou ik dat wel vol. En toen kwam de 25e november eraan. Dus de nieuwe datum van de algemene ledenvergadering. En toen kreeg ik te horen, nee, we stellen het weer uit naar 16 december. En ik zat toen echt al redelijk qua energie aan de grond. En toen heb ik ook tegen de afdelingsvoorzitter gezegd van, joh, ik ga dit niet nog weken volhouden. Ik ben op. Ik loop met dit verhaal. Ik zie niks gebeuren. Ik zei, ik heb hier bewijslast voor de onderzoekscommissie. Daar hebben ze niet om gevraagd. Ze willen de bewijslast niet zien. Ze willen de getuigenissen die mensen hebben willen geven. Mij hebben toegezegd van, joh, wij willen dit wel voor jullie commissie ook allemaal tot in detail vertellen. Wij willen de mails laten zien. Die onderzoekscommissie heeft er op geen enkel moment naar gevraagd. Toen werd er gezegd op 25 november, ja, die commissie heeft meer tijd nodig. Ik zei, ja, maar dan verwacht ik in die tijd wel dat er inderdaad met die mensen wordt gesproken, dat de bewijslast wordt onderzocht. Ik zei, want ik heb dit niet voor de katse viool gedaan. Ik zei, en er speelt hier natuurlijk nog wel wat. Toen kwam die 16 december. En toen kwam de ALV. En er kwamen geen onderzoeksbevindingen naar de ledenvergadering. Er kwamen geen feiten boven tafel. En het enige wat de onderzoekscommissie zei is van, we gaan de verkiezingen van de lijsttrekker voor de volgende verkiezingen naar voren halen. En wat mij toen enorm sneed is dat niemand binnen het CDA verantwoording moest afleggen. Als het aan mij had gelegen, hadden we 16 juli viel formeel de coalitie. 17 juli had er een ALV moeten zijn. En hadden wij als hele fractie, inclusief ikzelf, allemaal verantwoording moeten afleggen, want we hadden het verkloot. Had de rol van de burgemeester in juli toen het nieuwe... Of toen jij... Je hebt de burgemeester, denk ik, de plaar, heb je op de hoogte gesteld dat het verkeerd ging in het CDA? Ik heb burgemeester De Pla toen het ging rommelen en die ALV weer werd verplaatst, heb ik De Pla gebeld. En toen heb ik gezegd van, joh, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik voel een scheuring aankomen. Intussen had het landelijk CDA, het provinciaal CDA, waar ze zich ook mee aan bemoeien. Daar heb ik datzelfde bij aangegeven. Ik zei van, joh, als ik de bewijslast heb gezien, en ik heb de bewijslast ook aan hen gegeven, ik zei, en jullie weten hoe het speelt, maar we proberen het onder de pet te vegen. Ik zei, ik kan daar niet mee verder. Dus ik zei, dus of we snijden de rotte plekken uit de appel, of je haalt de rotte appels uit de mand, hoe je het noemen wil. Ja. Ik zei, of ik moet hier uit, want ik kan hier niet mee verder. Ja, want alles wat er gebeurde, daar pleit jij tegen, wat jij in je boek Heren, Hoeren en Heiligen, want dat is een boek over het lokale bestuur. Ja.
Want waar geloof jij in? Wat leg je hieruit? Ik probeer, heel kort even. Ja, ik probeer zo goed en kwaad in ieder geval natuurlijk mijn eigen lessen te volgen. En de essentie van het boek is waarom verliezen mensen het vertrouwen in het lokale bestuur? In Breda gaat nog maar 48% van de mensen naar de stembus met de lokale verkiezingen. Dat betekent dat 52% van de mensen de schouders ophaalt. Als je gaat kijken naar de analyses, en die doe ik ook in het boek, is dat niet omdat men vindt dat het wel goed gaat. Dat komt met name omdat men geen vertrouwen heeft in politici. Men heeft wel vertrouwen in het hele idee van democratie, maar niet in de politiek. En een van de dingen die ik vind is op het moment dat het misgaat in de politiek, het eerste wat je moet doen is verantwoording afleggen aan de samenleving. En dat is, als ik dan daarop in mag haken, Jeannette, wat er in juli natuurlijk ook had moeten plaatsvinden. We hebben op 16 juli, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, de laatste raadsvergadering van het jaar. Dan is net het persbericht van GroenLinks geweest dat zij het vertrouwen opzeggen. Dan moet je in die raadsvergadering, en ik weet niet of u die raadsvergadering nog kunt herinneren, maar die duurde volgens mij 10 minuten. En daarna stoof iedereen de kroeg in. Ik heb daar met verbijstering gezeten en met plaatsvervangende schaamte. Want dat had het moment geweest dat de Pla had kunnen zeggen van joh, er is hier een hoop aan de hand. 180.000 Bredanaars hebben recht op een antwoord. Jullie gaan nu één voor één fracties, jullie gaan nu jullie verhaal vertellen. Die ruimte was er. Er stond verder geen drol op de agenda. En dit speelde in de stad en in de dorpen. Ben je wel geschikt voor de politiek? Ja, je gaat het je afvragen. Je gaat het je afvragen. Ja, je moet een teamspeler zijn. En ik weet van mezelf dat ik daar absoluut niet in de politiek zou kunnen. En je bent er ook toevallig in terechtgekomen, hè? Omdat je dat boek over de lokale politiek hebt geschreven. Ja, ik ben gevraagd vanwege mijn eerdere boek, maar dat gaat ook over overheid en overheidsverandering. Ja. Ja. Nou, we gaan straks verder, want wat gaat er nu gebeuren, dat blijft natuurlijk de volgende vraag. En ik wil straks van Peter van der Velde ook graag horen hoe hij dat, of hij er ook een rol als burgemeester in had kunnen hebben, als het tijdens zijn bewind was gebeurd. Nou ja, ik zie het al. Maar we gaan eerst weer even... Ja, laten we naar muziek gaan luisteren. Dat zegt meer dan woorden. Het liedje is. Het liedje heeft wel raakvlakken. I pick up the pieces and I'm heading home. It's not where the heart is, but I won't be alone. She will feel pity and fill me with joy and make me forget all that I'm longing for. She will open her arms and give me that smile. She knows just how to keep me there for a while. And I feel the comfort she's got the need. Over and over we'll make life complete. Hey, I won't make a promise. A promise is cheap, especially the ones that I know I can keep. She'll cry a tear that I wipe from her face and tell her I'm through with my wandering days. And I just hold her and conceal, tell her a story and keep it for real. Yeah, I feel the comfort she's got the need. Over and over we'll make life complete. Ik hoor dat er was een coalitie gevormd met CDA. En binnen 2 maanden gaat de fractievoorzitter van CDA, die gaat al praten met anderen en zegt, we willen niet door met GroenLinks. Dan moet daar politiek, beleidsmatig, een hele grote hobbel zijn. Nou,
Ik als burger, als kiezer, ben dan benieuwd waar zit dat verschil in politieke opvattingen. Ging dat over het museum? Lijkt mij niet zo waarschijnlijk. Zit hem dan in het verschil over duurzaamheid en landbouw of zo? Of ja, om die twee partijen maar te karakteriseren. Als burger ben ik geïnteresseerd in waar het om ging. Ja. En als politicus moet ik met de billen bloot, ik kan nu geen antwoord geven. En dat is onvoorstelbaar. Ja, ik kan wel aangeven wat er mis is gegaan, wat er werkelijk is gebeurd rond 16 juli, dus de val. Daar kan ik, want dat was denk ik uw eerste vraag. Maar waarom er op een gegeven moment zo vroeg, in een vroeg stadium, al werd onderhandeld in het geheim over een andere coalitie dan die net gesmeed was. Ik heb echt werkelijk, ik heb mijn hoofd overgebroken. Ik kan er enorm over speculeren. Maar ik moet u echt het antwoord schuldig blijven. Dan hou ik het bij mijn vermoedens. Nou, dat is natuurlijk precies echt dat er heel veel aan de hand is in het CDA. En broer, ben jij nu de Zwarte Piet? Ja, dat... Want je bent eruit gestapt. Dat besluit heb je genomen. En ik denk dat je dat niet in dank is afgenomen. Nee. Ik had drie opties op een gegeven moment. Na de 16e december had ik drie opties. Ik kon ervoor kiezen om een oogje dicht te knijpen. Maar dan heb ik zoiets van, ja, dan blijf je medeplichtig aan wat er gebeurt. Ik zou ook alle CDA'ers willen oproepen, die nu actief zijn binnen het CDA. Kijk ook jezelf eens aan in de spiegel. Kijk wat er is gebeurd en kijk dan naar de plek die je zelf inneemt. Hè. Zolang je er blijft zitten, dat heb ik ook het landelijk bestuur in een brief aangegeven en mijn collega's. Zolang je blijft zitten, gedoog je wat er gebeurt. En kun je dus nooit voorkomen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Want je houdt de ruimte open. Als je dit tolereert, dan kun je dit gedrag altijd blijven houden. En ik denk dat je, en dat geldt niet alleen voor het CDA, dat geldt natuurlijk politiek breed, dit soort gedrag moeten we niet meer tolereren. En zou dat nou niet komen doordat het CDA voor het eerst in zijn hele, ik weet niet hoe lang het CDA al bestaat, maar niet in het college zit in Breda. Het is juist door dit gedrag dat we niet meer in het college zitten in Breda. Het is andersom. En volgens mij ben ik u nog een antwoord verschuldigd. Wat is er dan gebeurd in juli? Want formeel gaat het om het museum. Ik kan u vertellen, het museum is het issue nooit geweest. Nee, het museum is de stok geweest om in mijn, dat is mijn analyse, het museum is de stok geweest om mee te slaan. Wat er is gebeurd in een heleboel maanden tijd, zijn er een heleboel gesprekken geweest waarin het er eigenlijk vooral om ging in verschillende constellaties, de VVD mag erin en GroenLinks moet eruit. Wat daar exact de drijfveren achter zijn geweest, daar ben ik niet achter. Want die politieke tegenstelling, dat heeft u misschien gezien met Buitengebied Zuid, die kunnen we in de Raad wel uitvechten. Daar zijn we mans genoeg voor met elkaar. Maar er is gesproken op een gegeven moment met de VVD, er is gesproken met D66, er is gesproken met de SP en met de VVD. En dat werd op een gegeven moment bekend. Op een gegeven moment hou je dat niet meer stil. En dat is wat wrevel is gaan geven bij GroenLinks. En toen het museumdossier kwam, zag een aantal mensen binnen het CDA daar eigenlijk de kans schoon om afscheid te gaan nemen van GroenLinks en de VVD te kunnen laten inschuiven. De VVD heeft daar natuurlijk met open armen aan meegewerkt. Wat ze mij zelf later hebben teruggekoppeld is van ja, wat er ook gebeurt, welke kant het op gaat, als deze coalitie maar valt, want zodra de coalitie valt zijn wij als VVD als grootste partij in de lead en dan kunnen wij ons eigen ding smeden. Dus als wij een aantal CDA'ers zo gek mee krijgen om met dat spel mee te doen, fabelhaft. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Wat ik binnen het CDA zelf heb gezien, want we hebben een aantal hele kritische leden waar ik er zelf één van ben. Er zijn fractievergaderingen. Ik ben op een gegeven moment heel nauwlettend alles gaan noteren. Fractievergaderingen waarin al werd aangestuurd op die breuk in de coalitie, waarin afdelingsvoorzitter Mario van Mierlo, raadslid Jeroen Bruins ook fel gekant waren. Je moet het heel kort nu vertellen, want ik wil Peter van der Velde ook nog even aan het woord laten. Dus ik wil eigenlijk dat je ons nog even allemaal vertelt wat jij nu gaat doen.
Ja, nou, ik zei net van, ik had drie keuzes. Ja. Een oogje dichtknijpen, ja. Geen optie. Ja. De politiek verlaten. Dat was wat ik eigenlijk het liefste wilde op dat moment, want ik was er echt helemaal klaar mee. Ja. Maar toen kreeg ik ook, ik ben natuurlijk gekozen in de raad met voorkeurstemmen. En heb ik van een hoop mensen te horen gekregen van, joh, we hebben eigenlijk vooral ook op Basiel gestemd. En pas in de tweede plaats Basiel van het CDA. Dus waag het niet om ons nu in de steek te laten. Dus toen heb ik gekozen voor de CDA derde optie. Met CDA noemt dat sommige mensen zetelroof, hè? Ja. Dat kan. Maar nu ga je dus verder. Vertel je, ja. Als kritisch Breda? Ja, ik heb het kritisch voor Breda genoemd. Kijk, ik denk in je eentje kun je niet heel veel nieuwe plannen lanceren. Ik ga wel heel hard mijn best doen om goede coalities te smeden. Om wel verandering in te zetten om Breda. Veiligheid is voor mij een belangrijk punt. Dat weet jij ook nog, Peter, denk ik, vanuit onze gezamenlijke tijd. Verder een dienstbare overheid. Dat is waar ik de afgelopen 2 jaar ook mee bezig ben geweest. Dat zijn ook de enige 2 assen waar ik op ga spelen. Ik kan daar niet heel veel in betekenen, maar ik kan er wel als een soort luizende pels voor zorgen dat met name de wethouders die er nu zitten, dat ik die steeds even een tikje op de vingers geef van, joh, dit is helemaal niet in het belang van Breda, dus ik stuur jou bij. En ik hoop dat ik op die manier wel degelijk een stempel kan gaan drukken de komende 2 jaar op de Breda'se politiek. We zullen het zien. Heb je er nog iets aan toe te voegen? Nou ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk niemand blij is om dit te horen. En het geeft nog eens aan dat politiek, dat zeg ik vaak, is niet alleen een rationeel bedrijf, maar vaak ook een irrationeel bedrijf. Dit zijn de observaties en belevingen van Basiel. En ongetwijfeld zullen er ook andere observaties zijn. Ik denk dat vooral de kunst is, wat kun je hiervan leren, anno 2016, waar de politiek op een hele andere manier werkt dan misschien 10 of 15 jaar geleden. Alles is per definitie openbaar. Dus je moet zorgen dat alles wat je doet, je transparant maakt. En je afvraagt, wat doen we nu, waarom? Als er een coalitie is, waarom ga je nieuwe oriëntaties plegen? En als, wat zijn de motieven en hoe doe je dat? En wat betekent dat voor vertrouwen naar anderen? Dat andere partijen in de oppositie daar hun voordeel mee moeten doen, dat snap ik uitermate goed. Maar uiteindelijk, de stad en haar inwoners zijn gebaat met een stabiel bestuur. En burgers willen trots zijn op hun college, op hun burgemeester en op hun wethouders. En ik ga niet zo ver dat het vertrouwen van de politiek bij ieder weg is. We staan voor hele zware opgaven op dit moment. Maar ik ben er ook zo van overtuigd dat veel politici dag in dag uit werken, avonden, en het beste ook voor inwoners willen doen. Maar het is razend ingewikkeld. En deze ervaring leert dat het verre van plezierig af en toe is. Dus ik hoop dat partijen in staat zijn om te zeggen, hoe komen we daar met elkaar aan uit? Ja, en dat kan af en toe piep en au zijn. Heel veel politieke conflicten komen niet tot stand op basis van inhoudelijke verschillen. Vaak wordt dan de eindresultaat, als dat beroerd is, zit ook in relaties. En ik zou zeggen, lees toch maar eens de biografieën van Ed van Tijn, het dagboek van een onderhandelaar. De biografieën van Joop den Uyl, van Dries van Acht, dan zie je waarom een bepaald kabinet wel of niet kwam. En waarop ging het kapot? Waarom kwam het kabinet den Uyl 2 niet? En kabinet van Acht, Wieger wel? Ook dat zat in het geven van vertrouwen. Dus ik denk dat er lessen te leren zijn. En voor het lokale past mij ook niet anders dan als burger te horen en te lezen wat er heeft plaatsgevonden. Ik hoop wel dat iedereen de kracht heeft om de politiek te dienen. Het zij als onafhankelijk raadslid of had zij als politieke partij die op dit moment wat turbulentie heeft. Ja, dat is natuurlijk zo. We zullen het zien. Doet u ook nog, zijn er nou ook nog functies die wat minder zwaar zijn en waar u alleen maar plezier aan beleeft? Nou ja, kijk, ik... Want ik heb dat lijstje eens gezien. Nee, maar ik heb ontzettend veel plezier als je bijvoorbeeld bij een coöperatie mag werken en jouw maatschappij is in staat om in een half jaar tijd mensen met een grote afstand in Rotterdam op de arbeidsmarkt op te leiden. Mensen met allerlei achtergronden, 150 in totaal. En je wordt vervolgens uitgenodigd door het stadsbestuur van Rotterdam op een bijeenkomst
met de 100 grootste CEO's van dat bedrijf. En vervolgens, een aantal weken later, mag je bij Marco Pastoor aan tafel zitten. Van hoe kunnen jullie misschien wat betekenen? Daar word ik blij van. Ja. Ik word blij als ik bij Amarant aan tafel zit en ik zie dat wij veranderingen doen. En dat bijvoorbeeld een instelling met een grotere mate van kracht met de ouders van cliënten en verplegers kijken hoe gaan wij nieuwe wegen in. Nou, ik heb wel lol in mijn werk. Ja, nee, maar ik had hem anders moeten stellen. Oh. Je hebt soms heb je ook nog wat functies met een wat minder zware verantwoordelijkheid. Nou, ik heb gisteren een geweldige bijeenkomst gehad met het jazzorkest. En daar hebben wij eens even genoten van een jaar hard repeteren. En ik was al trots dat ik daaraan mee mocht deelnemen, want ik ben natuurlijk niet de topmuzikant. En ik ga vervolgens de komende weken weer op muziekschool. Ja. Dus ik en over een paar weken komt het vastenavondfeest eraan. En dan zal ik ook met genoegen. Ja, maar dat zijn hobby's. Maar ik zag nog ook, en dat weet ik eigenlijk niet zo goed wat dat is, het kapittel. Daar doe je ook iets voor. En dat houdt zich bezig met onderscheidingen? Kapittel is een college van staat. En dat is ingesteld en die houdt zich bezig met het beoordelen, het toekennen. Met alles wat met koninklijke onderscheidingen te maken heeft. En dat is een college van 4 personen wat op dit moment voorgezeten wordt door Jaap de Hoop Scheffer. En daarnaast een mevrouw oud-staatssecretaris en tevens afkomstig uit de culturele wereld, Ben Morsink. Die is kanselier, de oud-adjudant van koningin Beatrix, de heer van der Meij van de Hoge Raad en ondergetekende. Ja. En wij beoordelen alles wat voorbereid is met onderscheidingen. Nou, dat vind ik heel genoegelijk, want je ziet dan een samenleving aan je voorbij komen, dat mag je beoordelen. Dat is een hele rustige functie, maar het is wel een verantwoordvolle functie. Maar ook daar leer je weer ontzettend veel van. Ja. Maar nu denk ik er opeens aan dat u in 2015 in november ook nog een hele hoge Poolse onderscheiding heeft gekregen. Ja, dat klopt. En hoe, waarom? Ja, waarom? Nou, dat moet wel. Ja, laat ik dan zo zeggen. Ik heb vanaf 1988 was ik burgemeester van Nieuw-Ginneke. Toen ben ik na 2 maanden in Polen terechtgekomen in Zakopane. Het gebied in de Tatragebergte. Dat kwam door een Poolse mevrouw. En we weten allemaal dat in deze regio heel veel Polen zijn. En toen hebben we met een groot aantal mensen de zorg op ons genomen van het tehuis. Met kinderen met een handicap waar een hond in Nederland het beter had dan zij daar. Ik heb die veranderingen meegemaakt. Ik heb te maken gehad met steden als Tsjechinet, Wrocław, in Warschau. We hebben hier de migrantenproblematiek gehad. Ik heb gemeend daar af en toe wat ook achter de schermen voor te moeten doen. Ik ben 1 keer heel boos geworden. Ik woon hier in de straat en ik zie iedere zondag vele Poolse mensen naar de kerk gaan. En op die dag meende Wilders zijn boosheid op die mensen te moeten toestemmen. En toen had hij een site opgericht. Toen ben ik hier in dit programma... Ja, dat weet ik nog. Nou, dat is nog nieuws geworden. Dat heb ik geweten, want ik zat 's avonds op alle landelijke media. De andere dag had ik een gesprek met premier Rutte, die toen nog president was van het kabinet gedoogd door de PVV. En in die zin heb ik veel met de Polen te maken gehad. We hebben natuurlijk hier veel gedaan. Ja, toen meende men die onderscheiding te moeten toekennen. Maar ook daarvan zeg ik onmiddellijk, met heel veel mensen hebben we veel gedaan. En dat heeft mij ook geleerd hoe je waardevol met mensen die uit andere landen hier komen werken moet omgaan. Welke kansen dat het biedt. En ja, dat heeft dan de waardering gekregen. Punt. Ja, want u zegt eigenlijk, en dat is misschien ook wel even mooi om het daarmee mee af te sluiten in dat artikel in die krant. Dat is op 24 december is dat geloof ik afgesloten. Dat u zegt van tweedeling, daar moeten we voor waken. Ja, ik ben diep overtuigd dat delen van onze samenleving, daar gaat het sociaal-economisch goed mee. Dat blijkt uit allerlei cijfers. Maar als voorzitter van Leergeld, daar word ik feitelijk echt geconfronteerd met harde omstandigheden, maar ook uit andere verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld ook in de zorg, maar ook op die arbeidsmarkt, zie ik dat er ook een grote groep is die aanhaking niet krijgt. En heel simpel, vroeger had je een militaire dienstplicht. Ja. En iemand was timmerman en de ander was jurist, advocaat, en ze brachten samen de dienstplicht met elkaar door. Dat leidde tot contacten. Ja. Dus misschien raar wat ik ophaal. Nu
zie je een society die veel minder die verbindingen heeft. En als je ziet dat je dan een tweedeling krijgt, dan weet de ene groep niet wat de ander beleeft, intrinsiek meemaakt. Dat leidt tot vervreemding en ook niet dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. En ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb met twee mensen uit mijn buurt, hebben wij een ontmoeting geregeld voor een deel van ons gebied. En we hebben elkaar ontmoet in de Viandelaan. En het was interessant om te kijken wat mensen niet van elkaar wisten. En achtergrond, je hoeft niet alles te weten, maar kun je elkaar op een bepaalde manier steunen. Daar is een wereld in te doen. En ik zou tegen de politici willen zeggen, CDA, VVD, Partij van de Arbeid, Breda 7-1, laten we ons daarop inzetten. Laten we naar de inhoud kijken en dan mag je ideeën hebben wat je drijft. Maar dan kom je een stap verder. En dan zal die vervreemding en afstand van samenleving naar de politiek iets beter worden. Heb jij nog één motto ook waar je het mee af wilt sluiten, wat je hoopt? Ik hoorde net eigenlijk een pleidooi voor herinvoering van de dienstplicht. Nee, dat vind ik. Ik zeg alleen, er zijn momenten waarop mensen elkaar wat natuurlijker ontmoeten. En de vraag is, waar gebeurt dat nog op een natuurlijke wijze? Ja, Basiel weet dat natuurlijk heel goed. Het was denk ik om u te pleiten. Nee, maar ik vroeg eigenlijk naar jou. Jij bent ook voor de verbinding. Kun je dat in één zin zeggen? Want dan ga ik het programma afkondigen en dan gaan we nog een keer naar Jan luisteren. Ik denk, nou, als het gaat om verbinding, laten vooral ook de eerlijke mensen in en buiten de raad elkaar blijven opzoeken. En op het moment dat er iets belangrijks is, daar geen politiek spel van maken. Ik denk dat het vertrouwen van de samenleving kan hebben. Nou, maar per saldo, dat wil ik toch zeggen, denk ik dat ieder mens toch eerlijk wil zijn in die politiek. Ja. Alleen, hoe beleef je dat? We gaan direct aan tafel nog eens even een discussie voeren, want ik heb nog wat andere argumenten voor je. Nou, ik vond het in ieder geval ontzettend fijn dat jullie allebei mijn gast wilde zijn. Tot zover deze aflevering van Meis op Zondag. En op 14 februari ben ik er weer. En dan met bestuurskundige Paul Friese, die dan net zijn nieuwe boek heeft uitgegeven, Het Geheim van de Laatste Staat. En advocaat Bernard Tomlo uit Utrecht, die ook zo af en toe een appeltje met de staat te schillen heeft. Tot dan. Ik heb nog wel een appeltje met de staat te schillen, maar ik doe het op een andere manier. We stoppen met een liedje, een klassieker, waar ik heel veel inspiratie aan te danken heb. En hoe heet dat liedje, Jan? St. James Infirmary. U allen wel bekend. Elk zichzelf respecterend jazz- of bluesbandje heeft het ooit gedaan. I went down to St. James Infirmary, my baby there she lay. She was stretched out on a cold marble table, so young, so cold, so fair. Let her go, may God bless her wherever she might be. She may fly the whole world over, but she'll never find a true friend like me. When I die, won't you bury me down by the railroad track? Bury me down with my boots, my guitar in my head. She may fly the whole world over, but she'll never find a true friend like me. I went down to St. James Infirmary, my baby there she lay. She was stretched out on a cold marble table, so young,
so cold, so fair. This jazz, eh?